boerderij daar achter mij ben ik bijna 60 jaar geleden geboren. En op dit stuk land had ik het schaatsen moeten leren. Dat is niet gelukt. Het is nooit wat geworden. Ik had altijd kouvoet. En hier, waar ik nu loop, daar reed een tram. Of een trein. Nee, het was een tram, een goederen tram. En daar was ik altijd spookbenauwd voor. We waren veel langs de waterkant te vinden. Een buurvrouw zei: denk erom, hier zitten walvissen in. Dus ik bleef wel een beetje uit de buurt dan. Ja, en dan loop je hier. Met heel veel jeugdherinneringen. Afgelopen zomer bedacht ik me, ja, volgend jaar word je 60. 60. 60. Nou, dat vond ik toch wel even een... Ik dacht van, klinkt me oud. 60. Maar ja. Of ik nu wil of niet, daar schiet ik niks mee op, want die 6 die komt ervoor. Dus toen dacht ik, ja, je kunt het veel beter anders doen. Ik word volgend jaar 60. En ik ga er wat van maken. Ik ga er een topjaar van maken. Ik ga de Nijmeegse Vierdaagse op. Ik ga er topjaar van maken.